al kinderen met hele bijzondere talenten. We hebben net Marlijn kunnen horen, het zingen. Maar ook de hele rij die we nu krijgen, leerlingen met bijzondere talenten. We beginnen met Laps. U, de ouders die het kind het beste kent, weet wat het kan en is daaraan gewend. Het ene kind haalt 9's en 8's weliswaar, maar Laps van Dam is al met een 6 tevreden, nietwaar? Even zijn cijferlijstje. Zit één foutje in. Lennart uit Marle. Mag niet worden verzwegen, hij haalde voor wiskunde een 9,9. Eén foutje minder, dan was het een 10, maar dan liep hij naast zijn klompen misschien. Ga nou eens lachen, man. Justin Veneman leert op school het hout te bewerken en ook thuis kunnen ze dat vast al wel merken. Hij was nu de beste met een 7,4. Een keukentje plaatsen doet hij met het grootste plezier. Keukens Veneman, daar. Ik weet niet of we daar iets voor krijgen, maar... Lisa weet waar mensen de mosterd halen. En op school is zij de beste in wel 2 talen. Een zeer ruime 8 voor Duits en Nederlands. En voor wiskunde geef ze een 2e kans. Jimmy Musters speaks the English language very well. Voor hem is dit vak eigenlijk maar kinderspel. Voor een foutje hoeft Jimmy zich niet meer te schamen, want hij haalde een 9,5 op het centraal examen. Voordat ik het vergeet, Lennart heeft ook een 0 diploma. Mag lassen. De volgende, Maaike Alblas, was en is door haar ziekte beperkt, maar heeft ondanks dat er keihard voor gewerkt. Ze ziet haar inspanningen hier vanavond bekroond en wordt met een diploma handel en administratie beloond. Super. Leon Blekkenhorst was bij de scheikunde knalgoed. Hij weet nu vast wel hoe je vuurwerk maken moet. Een boeiend vak. Met veel kennis en soms een leuke test, geef deze man wat chemische stoffen en hij doet de rest. Joran Boksem is in het vak economie bedreven en haalde hiervoor een zeer ruime 7. Jammer genoeg had hier niemand een 8. Maar ja, het is crisis, dan wordt dit ook niet verwacht. Er zijn op school heel veel kinderen die bij het minste geringste in de klas roepen: ik snap er niks van. Ik kan het niet. Ik snap er echt helemaal niks van. Op de morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Thank you.
Er zijn op school heel veel kinderen die bij het minste geringste in de klas roepen: ik snap er niks van. Ik kan het niet. Ik snap er echt helemaal niks van. Elke morgen, elke middag. Heel sterke tekst. Logisch dat de Dijk dat natuurlijk ook gebruikt heeft voor dit lied. Er zijn ook kinderen die kruipen in een schulp. Voor succes zijn ze echter afhankelijk van hulp. De kunst op onze school is hen vertrouwen geven. En ook Maureen Wouters haalt dan een 7. Vier jaar lang wiskunde, hè Maureen? En 4 jaar lang zeggen van ik kan het niet, maar voor wiskunde had ze wel een 7, hè? Jacco Kolkman had met Engels heel wat problemen en moest daar met een 5 genoegen nemen. Bij aardrijkskunde en natuurkunde staat hij aan de top, daar kunnen de anderen niet tegenop. En met wiskunde was hij ook de beste van zijn klas. Er zijn hier op school ook prachtige studenten met bijzondere gaven, geweldige talenten. Niels Eckel, de metsel kan je kan zonder te liegen, van 4 meter hoog, een klein beetje vliegen. Of was het tegen die zoon, Niels? Geschiedenis was dit jaar niet erg in trek. Maar daar was het gezellig en dat is niet zo gek. Niels de Lange presteerde heel goed in dit vak, ook maatschappijleer. Dit hij met het grootste gemak. Voor leerlingen blijft het steeds een heel spannend verhaal over de bijtjes en bloemen. U kent dat allemaal. Lisanne Huiskes is de beste in de biologie. Maar of ze de voorlichting gaat geven, dat weten we niet. Bij verzorging scoorde Annelot Westerberg heel goed en ze weet precies hoe je goed verzorgen moet. Thuis doet ze de afwas, de strijk en nog een heleboel, zodat de huisgenoten daar wonen met een vakantiegevoel. Maar ze kan het dus wel. Hè? Ze had hoge cijfers voor de vak. Rosanne Weijering haalde net niet voor de eerste termijn, maar kon gerust over haar slagingskansen zijn. Zelfs met een 1 zou ze het halen, hoorden we zeggen, maar met een dikke 6 hoeft ze niets meer uit te leggen. Nick Aalderink liet zich vanaf klas 1 al beeldend gelden en kwam zich al snel in het creatieve lokaal van de school melden. Nick durft creatief te zijn, zonder enige vorm van schroom. De appel valt ook hier niet ver van de boom.